5 mei 2014. Vandaag schenken wij als Amstelveen Oranje aandacht aan de bevrijding, zoals u weet. Ieder jaar hebben we op 5 mei hier de ontmoeting van de Kiepzeem Roling, de oude legervoertuigen die prima zijn onderhouden en die ons dus via een demonstratie en dergelijke kennis laten maken van datgene wat allemaal gebruikt is bij onze bevrijding. Daar hebben we de stoere knapen en dames van de atletiekvereniging Starbaan. Ik zou u willen vragen om ze een hartelijk applaus te geven.
komt eraan. En we nemen van jullie de fakkel over. Ja? Je staat er. Hebben jullie een ereplaats? Ja. Meneer Van Lint, belangrijke persoon vandaag. Hij zal het bevrijdingsvuur nu in ontvangst nemen. Van de Altitudevereniging, komt u maar naar boven. Zo. Dames en heren, het bevrijdingsvuur is aangekomen. En dat betekent dat we het gaan ontsteken en dat dus de burgemeester en de veteraan samen het vuur in de vuurkorf zullen brengen. Waardoor het bevrijdingsvuur aanwezig is en we daarna ook met het feest kunnen beginnen. Ga de gang. Is aanwezig en ik zou nu even uw aandacht willen vragen voor onze burgemeester. Goedemiddag dames en heren, jongens en meisjes. Fijn dat u er weer in zo'n grote getale bent. Zo hoort een plein eruit te zien in Amstelveen met veel mensen en prachtig weer. Dat is het allerbeste wat we ons kunnen wensen. Zoals u allemaal weet ongetwijfeld, op 5 mei 1945 in Wageningen, Hotel de Wereld, betekende de Duitsers de capitulatie ten overstaan van de Canadese generaal Fuchs. En daarmee was een einde gekomen aan de Tweede Wereldoorlog voor Nederland, althans in Nederland. U weet dat het in Indonesië nog een paar maanden doorging tot augustus. Wij waren toen vrij en in Wageningen is ook het idee ontstaan om in het kader van de jaarlijkse viering van de bevrijding op 5 mei het bevrijdingsvuur daar te ontsteken en vervolgens door heel Nederland te laten brengen met lopers, fietsers en op andere wijze. Bij ons gebeurt het natuurlijk in Amstelveen met lopers. Wij zijn de sportievelingen onder de fakkeldragers. Lopen van Wageningen naar Amstelveen. Ik heb gisteren begrepen ongeveer 90 kilometer, maar dat is onhandig. Dus het is 105, zullen we maar zeggen. Dan start je in de eerdere groep. Jullie waren mooi op tijd, Keep the Rolling was wat later, maar ja, jullie zijn ook jong en die voertuigen zijn oud, dat zal de reden wel zijn. We zijn zeer dankbaar dat ook Keep the Rolling weer medewerking verleent vandaag, want dat geeft toch een extra luister aan deze bijeenkomst. Zeer veel complimenten voor de lopers, die, hoe laat zijn jullie uiteindelijk vertrokken? Kwart voor één, vannacht vertrokken. En in estafetteloop naar Amstelveen. Redelijk koud vannacht. Bruin zijn jullie er niet van geworden. Maar toen de zon opkwam vanmorgen was het ongetwijfeld heel genoeglijk om nog te mogen lopen met z'n allen. Zeer veel dank, zeer veel complimenten voor jullie prestatie ook dit jaar weer. En we gaan er natuurlijk vanuit dat jullie ook de komende jaren dat vuur van Wageningen zullen ophalen en hier naar Amstelveen zullen brengen. Keep the Rolling, nogmaals dank voor jullie aanwezigheid. En dames en heren, graag een groot applaus voor de lopers en de rijders. Zo.
En dan is het natuurlijk tijd voor een toast. Wat dacht u ervan? Om een toast uit te brengen op de vrijheid. Dat lijkt me een geweldig idee. Volgens mij gaan wij kijken naar Genève en het glas. Daar wordt daar champagne ge... Ik zou zeggen, komt u nog even nog gezellig mee. Als we even de loop zijn. Ja. Bedankt. Dankjewel. Dankjewel. Ik deel het al graag met u. Dus daar gaat ie. Daar is het. Komt u er maar bij. Oeh, het is groot. Ben je zo gezond nu? Ja, help ik voor een werk vandaag. En dan willen we natuurlijk een muzikale toast uitbrengen. En ik zou zeggen, maestro, musica! Saluti a tutti! Silenzio, por favor. Maestro, musica! Li piamo degli eti calici che la bellezza infiora e la fuggevo, fuggevo ora simmetria voluta. Li piamo i dolci freddi che suscita l'amore poi che amore, calici, tu calibaci avrai.
Dank u wel. Thank you.
Dankjewel. Dames en heren, wat een genot om zo hier in Amstelveen aanwezig te zijn met deze familie die op een geweldige manier zorgt dat de stemming erin komt. En die stemming die houden we erin. En ik zou haast willen zeggen, reserveert u vast voor het volgend jaar. Dan zullen wij wat dat betreft u graag willen ontvangen. Geweldig voor uw presentatie, geweldig voor de zang. En ik hoop dat u een bijzonder jaar tegemoet gaat zien. Zoals u zegt, volgend jaar met groot orkest. En wellicht zien we elkaar dan weer hier. Heel hartelijk dank. Dan moet je natuurlijk wel even opera zingen. En er is zo'n operastuk wat iedereen kent. Bijna in elke familie wordt het gezongen. Zelfs op de voetbalstadions. Dus wij willen, want we willen namelijk nooit meer slaaf zijn van wat voor regime dan ook, maar we kiezen van onze vrijheid. En ik wil graag met, wij willen graag met u zingen. Het slavenkoor. Paul, doe het één keer voor. Ik doe het één keer voor. Herhaalt u mij er eventjes? Komt ie aan. Maestro. Hey! Harder! Ja, dat is ook opera. Kijk. Grijp de buurman of de buurvrouw bij de nerven. We gaan van links naar rechts, zwaaien en zwieren. Daar komt hij aan. Ja? Ja. Wat is jij?